Hi, jongens. Leuk dat je kijkt. Leuk dat je kijkt. Helemaal niet leuk dat je kijkt. Hi. Ik heb geen idee. Ik weet gewoon niet hoe ik deze video moet beginnen. Maar ik ga het toch proberen, want zonder begin slaat de video ook nergens op. Het is vandaag woensdag en het is 3 november. En gisteren hebben wij het nieuws naar buiten gebracht dat we de afgelopen 11 maanden, dus laten we het op een jaar houden, afgelopen jaar door een aardige rollercoaster zijn gegaan. En dat we het afgelopen jaar 3 miskramen hebben gehad. En nou hebben we dat dus gisteren naar buiten gebracht. En heb ik denk ik al meer dan 30.000 berichten gekregen van mensen die ons steun betuigen. Die hetzelfde hebben meegemaakt. Die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Het was echt, ik was helemaal verbaasd en overrompeld. Van de reacties die dit losmaakt, zeg maar. Er zat ook een reactie bij van iemand, want ik heb gisteren op Instagram aangegeven dat ik hier nog een video over wilde maken. En er was ook een reactie bij van iemand die zei, ja, maar dat moet je helemaal niet doen, want je moet het voor jezelf houden. En dat heb ik gedaan een jaar lang. En dat is gewoon niet mijn way to go. Eén, ik hou er niet van als ik... Ja, ik deel mijn leven op het internet. Dus het is gewoon heel erg moeilijk als je dingen verborgen moet houden. En twee, ik merk gewoon dat er onwijs veel vragen zijn. En dat je, als je in zo'n situatie zit als waar wij in zitten. En hebben gezeten. Dat je op zoek gaat naar antwoorden. En ik heb heel veel verhalen gehoord en gelezen over mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Omdat ze niet vruchtbaar zijn. Maar ik heb nog maar heel weinig verhalen gezien of gelezen van mensen die in hetzelfde schuitje zitten als wij. Die dus wel zwanger kunnen raken, maar waarbij het gewoon meerdere malen misgaat. En juist omdat ik daar zelf heel erg veel behoefte aan heb, vind ik het des te belangrijker om nu mijn verhaal te delen. Ik heb al geprobeerd om een video hierover te maken die wat kort en bondiger is, zodat het makkelijker is om naar te kijken. Maar ik merkte gewoon dat dat niet is hoe ik dit verhaal wil brengen, want het is gewoon geen kort en bondig verhaal. Er is gewoon onwijs veel gebeurd in een jaar tijd. En... ik denk dat men er meer aan heeft als ik daarbij gewoon in detail vertel wat er is gebeurd. Dan dat ik dat zo opratel. Dus, ik ben erbij gaan zitten. Ik heb mijn laptop er even bij gepakt. Want ik heb ons hele verhaal al een keer een soort van uitgetypt. Omdat je gewoon ook dingen vergeet. Als je dingen vaker meemaakt en als bepaalde emoties weer plaats moeten maken voor nieuwe emoties. Dan gaan dingen langs je heen. Dus dat is de reden dat ik al ben begonnen met schrijven. Een tijdje geleden. Dus dat is een beetje de leidraad geworden van mijn verhaal nu. Dus als ik af en toe die kant op kijk, dan moet ik even de draad weer oppakken. Oké, laten we bij het begin beginnen. Ik ben 24. Lars is 27. Wij hebben nu 3 jaar verkering. We hebben 2 jaar geleden dit huis gekocht. We hebben een verbouwing overleefd. We hebben een lange reis overleefd. We hebben vakanties overleefd. Alleen de IKEA-kast, die hebben we geskipt, want die zet Lars altijd liever in zijn eentje in elkaar. Maar voor de rest hebben we alle relatietesten doorstaan. En vorig jaar november, eind november, besloten we dat we wel klaar waren voor kinderen. Het is heel gek, want ik denk echt dat er veel mensen zullen zijn die zouden zeggen van, oh, wat ben jij jong? Ik bedoel, 24 is natuurlijk vrij jong en toen was ik nog 23. Maar eigenlijk vanaf moment 1, toen Lars en ik elkaar leerden kennen, waren we al heel stellig over het feit dat we allebei jong ouder wilden worden. En ik denk dat dat niet zozeer te maken heeft met leeftijd, maar meer met waar je staat in het leven. En wat dat betreft zijn wij 1000% ready om ouders te worden, voor mijn gevoel. Dus ja, je mag er wat van vinden, maar ik vind dat altijd een beetje makkelijk en hypocriet. En de mensen die vaak zeggen van, oh, dat is wel jong, hè, die zijn vaak zelf nog niet ready. Dus daar probeer ik me niet zoveel van aan te trekken. Ik had ter voorbereiding op dat wij zwanger wilden worden, was ik in augustus al gestopt met de pil. Ik heb vanaf mijn 16e de pil geslikt. Ging eigenlijk altijd heel erg goed. Ik slikte hem vaak door en dat gaf ook niet echt problemen. Dus in augustus was ik al gestopt met het slikken van de pil. Met het idee dat we de augustus daarop aan onze kinderwens wilden gaan beginnen. Nou, augustus werd dus al een paar maanden eerder, want dat werd november. Dus, wat doe je als je... die wens hebt, dan ga je foliumzuur slikken als vrouw. Dat zijn vitamine die een foetus in je buik nodig heeft. Je bent ermee bezig. Het zit gewoon in je hoofd. Je bent bezig met wanneer was mijn laatste ongesteldheid, wanneer is mijn eisprong. Het zijn allemaal dingen. Mensen die zeggen je moet het loslaten, dan komt het.
die mensen snappen vrouwen niet. Althans, die snappen mij als vrouw niet, want ik kan dat dus niet loslaten. Dus ik was daar best wel in mijn hoofd veel mee bezig. En ik wist dat ik rond kerst erachter zou kunnen komen of ik zwanger was. En mijn cyclus was eigenlijk vanaf dat moment dat ik gestopt was met de pil meteen weer 28 dagen. Dus echt een hele nette cyclus. Het scheelde geen dag. Ik kon echt op de dag bepalen, zeg maar. Ik kon op de dag zien of ik ongesteld werd. En ik werd niet ongesteld op de dag dat ik eigenlijk ongesteld zou moeten worden. En dat was een paar dagen voor kerst. Dus wat doe je dan? Dan ga je testen. En eigenlijk verwachtte ik wel dat daar dan ook zou staan dat ik zwanger was. Nou, dat was gewoon best wel een flinke teleurstelling toen dat niet zo bleek te zijn. Omdat ik dacht, ja, maar ik ben niet ongesteld. En normaal wel. En ik ben dan ook niet zwanger. Wat is er dan wel? Dus ik was daar de hele kerstdagen een klein beetje verdrietig om. En een beetje treurig. En ja, ik zat daar wel mee. Ik had het idee dat mijn lichaam gefaald had. Terwijl, kom op, weet je, de meeste stellen moeten minimaal 3 maanden proberen voordat er een keer een zwangerschap is. En ik verwacht dan meteen dat het in 1 keer gebeurt. Was natuurlijk ook wel een beetje naïef. Uiteindelijk op 27 december was ik nog steeds niet ongesteld. Toen dacht ik, laat ik toch nog een keer testen. En toen was ik wel zwanger. Dit is wat ik denk, hè? Nee. Ja. Holy shit, oh. Toch wel. Holy shit. Oh, ik ben zo blij. Volgens mij zou ik op 22... december ongesteld moeten worden, was ik uiteindelijk had ik pas op 27 december een positieve test, wat dus 5 dagen na mijn NOD was. Dat is niet ongesteldheidsdag. Dus dat was al iets later en daardoor had ik al een beetje een slecht voorgevoel. Daarnaast, mijn beste vriendin Demi, die had een paar maanden daarvoor een miskraam gehad, dus ik had wel in mijn hoofd van oké, ga er niet van uit dat het in 1 keer goed komt. Ik was wel een beetje behouden, maar dan nog, weet je, je bent zwanger. Het is gewoon geweldig, je hebt zo'n sticky in je handen, daar staat op zwanger 1 tot 2 weken. Het voelde echt wel een beetje als een droom en ook in 1 keer. Ik was zo blij en ik was blij dat ik blijkbaar vruchtbaar was. Dat was voor mij, ja, als je vanaf jongs af aan al weet dat je moeder wil worden, is dat toch altijd een angst die speelt in je hoofd. Zeker als je dan eenmaal gaat beginnen aan kinderen. Dus ik was heel blij dat dat in ieder geval mogelijk was. En ik dacht daarmee dus ook wel een beetje dat we dan niet tot problemen zouden komen, dacht ik. Uiteindelijk op 5 januari werd ik wakker, ging ik douchen en toen merkte ik dat ik een beetje bloedverlies had. Nou, lees je online, je gaat natuurlijk googlen, lees je dan van oké, het kan 50-50 zijn, het kan foute boel zijn, maar het kan ook gewoon zijn dat je bloedvaten wat sneller kapot gaan. Maar ik had eigenlijk wel een beetje een slecht voorgevoel. Ik wist eigenlijk wel dat het fout was. De volgende dag mocht ik meteen naar de verloskundige, die maakte een inwendige echo en daarop was al niks meer te zien. Dus helaas geen goede zwangerschap. Dat was de eerste miskraam. Nou, had ik daar lichamelijk niet heel erg veel last van. Het voelde eigenlijk gewoon een beetje als een ongesteldheid die 1,5 week te laat kwam. Maar ja, emotioneel was het natuurlijk heel zwaar. Ik ben wel 1 dag na de miskraam zeg maar heel erg ziek geweest. En ik weet niet of dat de stress was of de hormonen. Maar ik heb heel veel overgegeven. Het voelde echt een beetje als een trap na. En je bent gewoon echt, je bent zo down. Want het klinkt heel raar, maar in 1,5 week heb je gewoon echt al heel je leven gepland. En je hele toekomst is ineens zo anders. En je verwacht gewoon dat je toen in augustus, dus dit jaar, augustus 2021, dat je ouders wordt. En ja, misschien nog wel het meest verdrietige, maar mijn beste vriendin, Demi, was ook zwanger. Weer van een goede zwangerschap. Dus we zouden 10 dagen na elkaar uitgerekend zijn. En ook dat is gewoon een droom, toch? Dat je tegelijkertijd met je beste vriendin zwanger bent. Dit is je eerste echte baby cadeautje. Oh, ik ga het pakken. I can't wait. Straks ga ik nog huilen. Ik ben de hele dag alleen maar aan het huilen.
Ik weet wel hoe dat komt. En zie ik hoe geademd ik nou. Oké. Oh my goodness, dit is zo lief. Dit is zo poepig. Kijk, dit speentje, jij hebt ook weer zo'n veel te goede smaak. Jongens, ik weet nu al, D gaat echt zoveel voor de baby halen. Misschien nog wel meer dan mijn schoonmoeder, die is ook echt... Ik vind het zo leuk, ik kan de hele dag alleen maar op internet kijken. Bizu, wat is dat allemaal? Oh, dit is zo lief. Hoera, groeit een wondertje in je buik en ook in... Nee, 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 nee. Oh mijn god, ik heb de hele dag zitten kijken van die announcement. Dus dat was heel pijnlijk dat dat ook allemaal niet, niet doorging. Gelukkig zat bij haar wel allemaal goed. En probeerde ik me ook niet te veel te focussen op dat het dan bij mij niet goed zat. Dus ik heb wel altijd gezegd, ik wil er gewoon voor jou zijn als een goede vriendin. Dat heb ik ook gedaan. Maar daar komen we zo meteen nog op. Toen zijn Lars en ik gaan nadenken. Ik bedoel, lichamelijk was er dus eigenlijk niks aan de hand. Ik was gewoon ongesteld geweest. En er waren eigenlijk geen problemen waarom ik niet zwanger zou kunnen worden. En de verloskundige zei ook, ja weet je, 1 op de 5 zwangerschappen loopt uit in een miskraam. Dat is echt veel. Of 1 op de 10. Ik weet het niet meer. Veel, veel miskramen. Veel meer dan je denkt van tevoren. Dus ja, wat mij betreft mag je gewoon weer gaan proberen. Dat was toen ondertussen dus januari. En wij dachten, nou, weet je, we zijn super ellendig nu. Dit is helemaal niet wat je voor je ziet. We hadden het ook nog bijna niemand verteld. Alleen onze beste vrienden, ook ouders, hadden het nog niet verteld. We dachten, we gaan gewoon nog een keer proberen. Als we dan zwanger zijn, dan vertellen we iedereen van die miskraam die al geweest is. Dus ik ovuleerde weer gewoon. Ik heb geprobeerd met ovulatietesten en zo, maar kwam er geen wijs uit. Ik kon mijn ovulatie niet vinden. En uiteindelijk zou ik in februari ongesteld moeten worden, maar dat werd ik niet. Dus ik ging weer testen en ik was weer zwanger. 2 keer in 1 keer zwanger. What the actual fuck. Nou was ik natuurlijk wel een klein beetje sceptisch geworden door de eerste zwangerschap en ook wel een beetje angstig. Dus ik besloot om de verloskundige op te bellen en te vragen of ik misschien wat eerder voor een echo mag komen. Want meestal mag je pas tussen de 8 en de 10 weken voor je eerste echo komen. Dat betekent dat je al een maand weet dat je zwanger bent. En ik was gewoon zo onzeker geworden door die miskraam dat ik zoiets had van ja, ik wil gewoon eerder weten of het er beter uitziet. Ik bedoel, de vorige keer waren er... Was het natuurlijk al zo snel fout gegaan. Laat het me dan maar alvast weten. Zo voelde het een beetje. Dus ik mocht met 7 weken ergens. Mocht ik komen voor een echo. Het probleem was natuurlijk omdat ik meteen na de miskraam zwanger was geraakt. Dat we niet precies wisten hoe lang ik zwanger was. En bij de echo was ook nog echt niks te zien. Heel mijn baarmoeder was gewoon leeg. En dat is over het algemeen niet echt goed nieuws. Maar omdat die miskraam dus vooraf was gegaan, zei de verloskundige tegen mij van ja, weet je, het kan zijn dat we gewoon echt nog zo vroeg zitten te kijken dat je nog niks ziet. Dus laten we het nog een week de tijd geven, kom je over een week nog een keer terug en dan gaan we verder kijken. Nou, ook toen ben ik natuurlijk weer gaan googlen en ik dacht ja, als er niks te zien is in je baarmoeder, maar je hebt wel een positieve zwangerschapstest, dan is er natuurlijk gewoon een kans dat je een buitenbaarmoedelijke zwangerschap hebt. Dus ik... ben die symptomen gaan opzoeken. Als je een buitenbaarmoeilijke zwangerschap hebt, dan schiet 9 van de 10 keer je zwangerschapshormoon echt sky high. Dan zou je meer last moeten hebben van misselijkheid, van je borsten. Had ik allemaal niet. Ik had helemaal niet het gevoel dat ik zwanger was. Daarnaast zou het kunnen zijn dat omdat de zwangerschap dan vaak in je eileider gaat zitten, dat je aan een van de kanten van je buik hele erg stekende pijn krijgt. Zeker als ze een inwendige echo maken, omdat ze met die echostok alle kanten op gaan. Kan dat voor heel veel pijn zorgen. Maar daar had ik ook helemaal geen last van. Ik voelde helemaal niks. Dus ik dacht eigenlijk, ja, wat is het dan wel? En heel die week was echt loodzwaar. Want ergens heb je nog de hoop dat je de volgende week dus wel iets ziet in je baarmoeder. Maar ergens weet je ook wel dat dit natuurlijk niet de normale gang van zaken is. En ik ben ook gaan tellen van vanaf wanneer had ik een positief test. Het moest haast wel dat ik minimaal 6 weken zwanger was.
En als je dan nog niks ziet, ja, dan is er echt iets fout. Dus wij, na een week stressen, slapeloze nachten, weer terug naar de verloskundige. En toen ik daar in de wachtkamer zat, wist ik het eigenlijk al. Dus ik had, iedereen die bleef heel hoopvol en ik had echt zoiets van, ja, nee jongens, het is gewoon niet goed. En inderdaad, het was niet goed. Dus wat gebeurt er dan als ze geen zwangerschap kunnen vinden? Dan word je bij de verloskundige doorgestuurd naar de gynaecoloog in het ziekenhuis. Voor mij was dat het DIAC in Utrecht. Ja, dus daar mocht ik diezelfde middag een uurtje later, volgens mij mocht ik nog terecht. Omdat als je een buitenbaar moeilijke zwangerschap hebt en zo'n zwangerschap in je eileider zit, het kan zijn dat als die gaat groeien, je eileider knapt en je gewoon van binnen bloedt. En dat is heel gevaarlijk. Dus er was aardige spoed bij genoodzaakt. Dus ik naar de gynaecoloog in het DIAC. Hele lieve vrouw. Dokter Donker heet ze. Het is echt... Ja, ik spreek er dus nog steeds, want anders had ik haar naam niet geweten. Maar het was heel fijn. Zij was heel praktisch ingesteld, maar wel heel lief. Dus ze begreep heel goed, zeker naar de vorige miskraam, dat we daar... natuurlijk dat het allemaal al heel gevoelig lag. Maar ze was wel recht voor zijn raap. Dus zij maakte ook nog een echo. En ze zei, ja, ik denk iets te kunnen zien op je rechter eileider, maar ik weet het niet zeker. Dus wat gaan we doen? We gaan even bloed prikken. Dan gaan we kijken hoe je bloed eruit ziet. En aan de hand daarvan gaan we een behandelplan maken. Eigenlijk met dat idee ben ik naar huis gegaan. Dus ik wist dat het weer geen goede zwangerschap was. Dat ik weer een miskraam zou krijgen. Maar door mijn gegoogel had ik ook een beetje het idee dat mijn lichaam het zelf al zou oplossen. Omdat ik nergens last van had. En wat ik las was dat vaak als je nergens last van hebt, dat het ziekenhuis gewoon wacht tot het allemaal zelf loslaat. Dus mijn schoonzus was langsgekomen. Die wist ondertussen dat we zwanger waren. Was ook echt heel mooi om ze te vertellen. Dus die waren gewoon ook best wel ontdaan van het nieuws. Dus die was meteen langsgekomen. Het was nog met de avondklok, dus ze moest ook bij tijd weer terug naar huis. We hebben sushi besteld. We dachten, ja, weet je, dan nemen we het ervan. Ik heb een wijntje genomen. Op een of andere manier, het klinkt heel stom, maar je gaat jezelf ook een soort van indekken of zo. Je bent super verdrietig, maar je weet ook dat dat niet heel erg opschiet. Dus we dachten, we maken er gewoon maar het beste van. Althans, dat probeerden we. Dus, lekker op de bank gezeten. Veel over gepraat, ook met Lars natuurlijk. Maar het is ook soms dan wel fijn om met een vrouw te praten die al twee kinderen heeft, die het wat meer begrijpt allemaal. En mijn schoonzus die vertrekt weer naar huis om dus op tijd thuis te zijn voor die avondklok. En ik denk dat het 8:30 was of zo. En toen werd ik gebeld door een anoniem nummer. En ik had bloed laten prikken in het ziekenhuis. Dus ik dacht, nou, misschien dat ze daarom bellen. En normaal neem ik anoniem niet echt op, maar ik had nu wel het idee dat ik dit moest opnemen. Dus ik nam op. Ik kreeg een gynaecoloog in opleiding aan de telefoon. En die zei, hi, je bent vanmiddag bij ons in het ziekenhuis geweest. We gaan je morgen opereren, je moet nu naar het ziekenhuis komen. Dus ik dacht, morgen opereren? Ik heb nergens last van, waar ga je me dan in hemelsnaam aan opereren? Dus ik stond een beetje beduusd en ik was eigenlijk, waar ik heel erg naar uitkeek, wat heel stom klinkt, maar ik keek heel erg uit naar de nacht, omdat ik al dik een week niet lekker had geslapen, omdat ik zoveel stress had. En nu was die stress weggevallen, omdat ik gewoon wist dat het fout was, dus ik keek eigenlijk heel erg uit naar mijn bed en gewoon lekker slapen zonder stress. En toen zei hij, nou, je moet nu komen meteen naar het ziekenhuis. Dus ik zei nog, ja, maar kan ik dan niet thuis slapen? Dan kom ik morgen om 8:00 wel naar dat ziekenhuis. Nee, je moet nu komen. Maar ik had dus echt geen idee waarom en hij legde het ook niet echt uit. En ik was toen nog niet zo heel erg bekend met ziekenhuizen. Dus ik wist eigenlijk niet zo heel erg veel. Nou, het was corona. Lars die mocht die middag met de afspraak wel mee naar het ziekenhuis. Maar nu met mijn opname mocht hij niet mee. Wat heel erg raar en moeilijk is als je dat alleen moet doen. Plus het feit dat mijn ouders nog helemaal van niks wisten en ik nu geopereerd ging worden. Wat betekent dat je onder narcose gaat. En ook al heb ik heel veel vertrouwen in het zorgsysteem, je weet dat er risico's verbonden zijn aan een narcose. Dus ik vond wel dat mijn ouders dat van tevoren moesten weten. Dus wij 9:15, nog net voor de avondklok, naar mijn ouders toe gereden. Want ik moest meteen naar het ziekenhuis. Dus wij heel snel het verhaal uitgelegd. Ja, iedereen natuurlijk ook platgeslagen van emotie. Want tweede miskraam. Oh, kinderen. Oh, jullie zijn ermee bezig. Dat is heel erg leuk. Maar het gaat niet goed. Dus het is zo'n dubbele boodschap. Het is heel erg lastig. En iedereen maakt zich natuurlijk ook meteen zorgen. Want je moet niet voor niks naar het ziekenhuis. Dus ik rijd met Lars door naar het ziekenhuis. Ik heb mijn eigen kussen meegenomen en een tasje. En dan, weet je. Je gaat iets wat je heel graag samen wil doen. Iets wat
jouw kind betreft, zeg maar, waarvan je dacht dat het een kind zou worden, wat dus geen kind wordt. Jullie miskraam, onze miskraam, dat ga je ineens in je eentje doen. Dat vond ik heel naar. Die eerste echo trouwens van die eerste miskraam was ook in mijn eentje. En dat was echt traumatisch, dat ik daar in mijn eentje lag en dat ik slecht nieuws kreeg en dat Lars buiten in de auto zat te wachten. En dat voelde nu weer een beetje zo. En dat vond ik heel heftig. Dus dat is ook wel, denk ik, als je aan Lars vraagt welke van de drie momenten, de drie miskraam, welk moment vond je het allerzwaarst, was voor hem wel het moment dat hij mij daar in het ziekenhuis moest achterlaten. Ik loop dat ziekenhuis in met mijn kussentje onder mijn arm. En ik heb eigenlijk geen idee wat ik daar doe. En dat is heel raar als je in een ziekenhuis bent en je wordt opgenomen. Dus ik kom daar aan. Ik moest me melden bij de triageafdeling. Dat is een afdeling voor zwangere vrouwen. En er was allemaal chaos. Het was één grote chaos in dat ziekenhuis. Dus ik moest in een wachtkamer gaan zitten. En ik zat daar en ik zat daar en ik zat een beetje op mijn telefoon. Natuurlijk mensen op de hoogte te stellen van jongens, ik ben opgenomen. What the fuck? Wat doe ik hier? Na een half uur dacht ik, ja weet je, het is nu, we zijn een half uur verder. Wordt het niet tijd dat iemand mij een keer gaat vertellen wat ik hier doe? Misschien zijn ze al lang vergeten dat ik hier zit. Dus ik loop de gang op. Ik zie twee verpleegkundigen staan in een soort bezemkast of zo. Ik weet niet waar ze stonden. En ik vraag aan die vrouwen van, joh, ik zit daar te wachten in de wachtkamer. Zijn jullie me niet vergeten? Ga maar gewoon even terug zitten. We zijn even druk met wat anders. Echt heel bot, heel keel. Toen dacht ik, oké, nou sorry dat ik stoor. Ik ga wel weer terug. Dus ik ben weer gaan zitten. Uiteindelijk na een uur kwam de man die ik aan de telefoon had gehad. De gynaecoloog in opleiding. Die kwam me halen. Die stelde zich voor. Die zei, we gaan nog even een echo maken om te controleren of we wel de juiste behandeling gaan doen. En het klinkt heel stom, want nu denk je toch van, dan vraag je toch meteen wat voor behandeling dat dan is. Maar zover kwam ik niet in mijn hoofd of zo. Ik kreeg het niet. Het was zo'n chaos en er gebeurde zoveel, dat ik eigenlijk ook niet zo goed wist wat ik nou moest vragen of moest zeggen of moest doen. En de ervaring daarin is dus ook dat als je dan drie ziekenhuisbezoeken later, dat je daar dan ineens wel ruimte voor voelt in je hoofd. Maar goed, dat had ik toen nog niet. Dus ik loop met die meneer, man van in de 30, ik denk dat hij 34, 35 was of zo, loop ik een echokamertje in. En ik ben niet preuts van mezelf. En ik had ondertussen al drie inwendige echo's gehad die dag. Dus ik kon wel wat hebben. Maar hij zegt, ja, kleed je maar uit. Er was geen gordijntje. Het was allemaal heel... En ik deed het wel. Ik bedoel, ik ben niet moeilijk. Maar het heel relaxed voelde het niet. Dus ik sta me daar uitkleden. Ik ga liggen op die tafel. Dan zeggen ze van tevoren voordat ze dat ding inbrengen. Want eigenlijk, ja, het klinkt heel plat. Maar het is gewoon een soort staaf, een soort dildo die dan erin gaat. En daarmee kunnen ze meer zien dan een echo die je kent van op je buik. Voor de mensen die er geen ervaring mee hebben. Maar het is dus best wel, je ligt daar best wel intiem te wezen en bloot. Dus ik lag daar met mijn benen wijd. Hij doet dat ding naar binnen. Hij zit een beetje te kijken. En hij wordt ineens gebeld. Dus hij neemt de telefoon op. Het gaat over een andere patiënt die ook daar op de afdeling ligt. En hij staat, terwijl hij met die stok in mijn doos staat, staat hij over een andere patiënt te bellen. En niet even, gewoon 5 minuten of zo. En ik lach daar echt van, nou, ik weet niet wat hier gebeurt, maar ik voel me helemaal niet comfortabel bij. En ik, wat is dit? Nou, hij denkt te zien dat er een buitenbaarmoedelijke zwangerschap zit op mijn rechte eileider. Hetzelfde wat natuurlijk de arts van die ochtend dacht. En hij moet weg naar die andere patiënt. Dus hij gaat weg. Ik ben ondertussen dus 1,5 uur in dat ziekenhuis. En ik heb nog steeds geen idee wat er allemaal gaat gebeuren. Toen kwam er, thank God, een ervaren gynaecoloog binnen. Een hele lieve vrouw. Die met mij ging zitten. Die zei, heb je nog vragen? Ik zeg, ja, wat is er eigenlijk allemaal? Waarom ben ik hier? Wat is er aan de hand? Nou, die vertelde mij dat mijn HCG 17.000 was. En ik had niet zo heel veel kennis, maar ik wist van het internet dat boven de 5000 gevaarlijk is. Dan is 17.000 vast heel gevaarlijk. En dat was de reden dat ze me ook al wilden opnemen. Omdat als je HCG zo hoog is, dan is de kans op het knappen van die eileider, als ik het allemaal goed begrepen heb, dus ook hoger. En daarom wilden ze me alvast opnemen, zodat ze me aan het infuus kunnen leggen. En dat als er dus nood aan een man is of als ik ineens pijn krijg, dat ze dan meteen actie kunnen ondernemen en me met spoed kunnen opereren. Nou, toen viel alles een beetje op zijn plek. Maar
ja, ook dat. Ik moest daarna naar de afdeling. Dus ik heb heel even met die vrouw gepraat. Het was een super lieve vrouw. Ze nam de tijd voor me. Maar alles ging ook door. Ik werd naar een algemene afdeling gebracht waar ik opgenomen werd. Omdat, ja, bezuinigingen. Dus je komt niet per se op de afdeling te liggen waar je moet zijn, zeg maar. Ik kwam op een algemene afdeling te liggen. Het was in de tijd van hoogtijd corona. Het was maart, 5 maart. 4 maart, want het was de avond ervoor. Hoogtijd corona. Heel de wereld zat op slot. En ik kom op een afdeling te liggen in een kamer met 6 mensen. Allerlei verschillende leeftijden. Natuurlijk, die bedden staan 1,5 meter uit elkaar. Maar niemand heeft mij getest van tevoren. Niemand weet wat ik meebreng dat ziekenhuis in. En ik heb de hele nacht laatst een man volgens mij gelegen die alleen maar lag te kuchen en te proesten en te hoesten. En nou, ik lag daar niet op mijn gemak. Het was nog niet de tijd van de vaccinaties. Ik vond het heftig. Het klinkt heel raar en ik denk dat het een soort van verdedigingsmechanisme is. Maar op een gegeven moment werd ik gewoon super melig daar. Ik kon nog niet slapen. Het was ondertussen denk ik 10:30, 11:00. Dus ik ben in zo'n kamertje gaan zitten waar je normaal je gasten kan ontvangen. Ik heb daar even gebeld met mijn moeder, met mijn beste vriendin, met mijn schoonouders. Want Lars is doorgereden naar zijn ouders om het nieuws ook daar te brengen. En ja, weet je, iedereen is natuurlijk geschrokken. Maar ik zat daar echt een beetje van, ja jongens, het zal allemaal wel. Ik weet helemaal niet wat ik doe. Het is één groot drama, maar ik weet het ook allemaal niet meer. Het is heel raar, maar dat is gewoon hoe ik dan blijkbaar reageer. Ik ben gaan slapen. Ik had gelukkig mijn oordopjes meegenomen. Dus ik had muziek in de hele nacht, zodat ik die kuchende, hoestende man naast me niet hoorde. En de volgende ochtend om 8:00 zou ik als eerste geopereerd worden. Dat was ook het moment. Ik werd die ochtend wakker. Ik moest zo'n blauwe jurk aan. Een onderbroek die ze open kunnen knippen. Want ze moeten natuurlijk daar beneden bezig zijn. Ik werd gerold naar de uitslaapkamer waar ze je ook klaarmaken voor de operatie. Dus ik kreeg allemaal plakkers op me geplakt. Ik had ondertussen die avond ervoor al een infuus gekregen. Oh, dat was ook wat. Ze hebben dat infuus 8 keer opnieuw moeten prikken. Omdat het 8 keer misging. En ik ben begripvol, hè. Ik zal nooit onaardig doen tegen een verpleegkundige. Want ik denk, ja, jij doet ook je best. Maar na 8 keer gaatjes in mijn pols. Mijn pols was bont en blauw van de plekken. Was ook niet lekker. Maar goed, dat infuus zat erin. Is uiteindelijk goed gekomen. Ik werd helemaal behangen met van alles. Ik werd onder een warme deken gelegd. En in één keer, ik had mijn telefoon niet. Die lag boven. Ik was in die kamer. Ik kijk op de klok. Ik zag 9:15, oké. En in één keer bekroop met het gevoel dat ik dacht, ik werd ineens een beetje bang of zo. En ik dacht ineens, wow, wat gebeurt hier allemaal? In welke fucking slechte film ben ik nou weer beland? In één keer kwam het besef binnen of zo. Nou, toen duurde het denk ik 30 minuten of zo voordat ik die operatiekamer in werd gerold. En toen was ik heel erg blij, want er stonden 4 hele lieve vrouwen boven mijn bed. Een vrouwelijke gynaecoloog die mij geopereerd heeft. Het klinkt stom, want het boeit me normaal niet zo heel veel wat voor arts ik heb. Maar voor dit soort dingen voelt een vrouw toch wel fijn. En die vrouw, ik zal die ogen gewoon boven dat mondkapje nooit vergeten. Want ik weet natuurlijk helemaal niet hoe ze eruit ziet. Maar ik zag alleen het mondkapje. En die vrouw vroeg aan mij van, gaat het allemaal wel? Het is wel heftig, hè? En toen dacht ik ineens, ja het is wel echt heftig, ja, wat we eigenlijk allemaal meemaken. En ik ben hier alleen. En ik word hier ook alleen wakker. En toen ging de operatie beginnen. Dat was ook nog een ding. Niemand had mij verteld hoe zo'n kijkoperatie werkt. Wist ik veel. Ik had gegoogeld die avond, want ik dacht, ja, ik moet wel even weten wat ze eigenlijk met me gaan doen. Toen had ik gelezen dat je dus tijdens de operatie een katheter krijgt. En ik had van mijn zusje begrepen dat dat best pijnlijk is. Dus het enige waar ik bang voor was die hele tijd, was dat ik een katheter zou krijgen. En dat ik dat heel vervelend zou vinden. Dat was helemaal geen gegronde angst, want ze gaan sneeën maken in je buik en zo. Dus er zullen wel ergere dingen zijn dan een katheter. Maar toch was ik daar een beetje angstig voor. Ik was al lang blij dat er dus allemaal vrouwen stonden. Die anesthesist, dus degene die je onder verdoving brengt, die zei, ik ga dan nu het spuitje doen. En ik zeg nog heel grappig van, oh, ik proef het. En ik was weg. Van de operatie heb ik natuurlijk niks meegekregen. Gelukkig, dat is de bedoeling. Ik klink misschien af en toe ook een beetje luchtig, maar je moet na een jaar. Ik kan er niks aan doen. Dit is hoe ik ermee omga. Ik word wakker op de uitslaapkamer en ik ben kotsmisselijk. Alsof ik de avond daarvoor 18 wijn naar binnen heb geknald. Ik was echt helemaal naar de getver. Ik had van tevoren te horen gekregen dat je een ijsje krijgt als je wakker wordt op de uitslaapkamer. Die hoefde ik niet. Ik dacht, als ik een ijsje neem, dan ga ik over mijn nek.
Ze rolden mij terug naar de afdeling waar ik lag. En ik zag al die lampen boven me gaan. Ik dacht, nou, ik word niet goed. Dit is helemaal niet oké. Ik ben helemaal van de kaart. Helemaal naar de getver. Op de afdeling aangekomen, komt er een verpleegkundige aanlopen met de telefoon in haar hand. En ik hoor haar zeggen aan de telefoon. Oh, nou, ze wordt net binnengerold. Ik zeg wel even dat ze jezelf moet bellen. En ik was dus nog helemaal ontdaan en wappie als ik daar lag. Dus ineens krijg ik mijn telefoon in mijn handen geduwd. Ik moest Lars zelf bellen. Terwijl ik had van tevoren zijn nummer doorgegeven, zodat zij konden bellen als de operatie geslaagd was. Dus ik bel Lars. Ik kon niet eens praten. Ik was nog helemaal verdoofd. Ik kon alleen maar... Het was echt heel triest. Ik zag er ook niet uit. Het was echt helemaal groen en zo. Wat bleek nou? De operatie zou een half uur tot drie kwartier duren. En na twee uur had Lars nog steeds niks gehoord. Je beseft dat als je vrouw of je vriendin, in dit geval, onder narcose geopereerd wordt aan jullie miskraam, dat het minste wat je dus kan doen is de partner op de hoogte brengen. Nou, na twee uur was Lars zelf maar gaan bellen omdat hij gewoon heel veel stress kreeg en dacht van ja, kom op, dit kan niet goed zijn. Wat gebeurt er? Ik word verantwoordelijk gesteld om Lars te bellen. Terwijl ik kon helemaal niet bellen. Ik kon niet eens praten. Ik wist niet wat er was gebeurd met me. Ik wist niet wat de operatie had gedaan. Ik wist niet of dit gevolgen zou hebben voor de rest van onze vruchtbaarheid. Het was echt, echt heel vervelend. Ik heb Lars met duimpjes en vingers en handen laten weten dat het goed met me ging. Maar dat ik echt moest gaan slapen. Dus hij zei, ja, ga slapen. Dus ik ben in slaap gevallen en rond een uur of één of zo werd ik wakker. Toen had ik alweer een wat normalere huidskleur. En toen heb ik wat gegeten en gedronken. Nou, Sanne, mijn andere beste vriendin, die is verpleegkundige. Dus die zei, je moet gaan plassen, want als je hebt geplast, dan mag je naar huis. Dat is dan blijkbaar, als dat werkt, dan is het oké. Dus ik dacht, oké, ik ga heel obvious mijn kleren inpakken en laten zien. Ik ga even naar de wc, ik ga me omkleden. Ik laat even flink zien dat ik klaar ben om naar huis te gaan. Want ik wilde daar geen seconde langer meer blijven. Ik vond het helemaal niet leuk daar. En die snurkende, hoestende, proestende kerel naast me lag nog steeds helemaal kapot te gaan. Ik wilde gewoon naar mijn eigen vertrouwde huis en vooral naar Lars. Dus ik was wezen plassen. Op een gegeven moment komt die meid naar mij toe, de verpleegkundige, die ik al de hele ochtend had gezien. En die zegt, nou, dan gaan we je ontslag regelen. Ik zeg, mijn ontslag regelen? Maar ik weet helemaal nog niet wat er aan mij is gedaan. Ik weet helemaal niet wat er met mij is gebeurd. Wat hebben ze... Ja, is alles goed, weet je? Ik wist helemaal niks. Oh, sorry. Ik had geen idee. Dus toen zei ze tegen mij van, ja, maar er is toch een gynaecoloog naar jou toegekomen? Ik zeg, nee, er is een meid naar mij toegekomen terwijl ik lag te slapen, die mij wakker heeft gemaakt. Die zei, heb je nog vragen? En ik zei, ja, wat hebben jullie met me gedaan? En zij zei, dat weet ik niet, want ik heb jou niet geopereerd. Toen ben ik weer in slaap gevallen. Ik dacht, ja, daar heb ik helemaal niks aan. Oké, nee, dan ga ik even vragen of de arts bij je langskomt. Uiteindelijk kwam de gynaecoloog die mij geopereerd had. Super lieve vrouw. Fijn mee kunnen praten. Ze vertelde me dat het er voor de rest allemaal goed uitzag, maar dat ze mijn rechter eileider hebben verwijderd. Juist omdat de rest er goed uitzag. Want als de rest er niet goed uitziet, dan gaan ze proberen om het vruchtje van de eileider af te halen. Maar dat kan voor littekenweefsel zorgen. En dat vergroot de kans op nog een buitenbaar moeilijke zwangerschap. En de rest zag er bij mij goed uit. Dus die eileider is gewoon weg. Dat was klaar. Nou, ik kon naar huis. Moest nog wat medicijnen ophalen. Lars kwam me ophalen. Het was een nare ervaring in het ziekenhuis, maar ik dacht dat dit wel de max was of zo. Ik vond het jammer dat het zo ging. Ik voelde me niet helemaal gehoord en begeleid op de manier waarop ik dat had verwacht. Maar die mensen zullen het ook druk hebben. Dat is altijd hoe ik denk. Ik denk altijd, zijn ook mensen die doen ook hun best. So be it. Tot ik niks meer hoorde van het ziekenhuis. Ik had nog een keer een telefonische afspraak 2 weken later, waarin ze vroeg, hoe gaat het met je? Ik had verteld dat het goed ging. Ik had een week op de bank gelegen. Ik had namelijk 3 sneetjes in mijn buik. En die hielden niet zo heel erg lekker. Dus zeker de snee in mijn navel, die ging echt heel erg ontsteken. Dus ik had bedrust genomen. Ze zei van, nou, als het nou niet goed is, ga dan even langs de huisarts. Dan kunnen ze daarnaar kijken. Nou, uiteindelijk ging het dus niet goed. Dus ik ben naar de huisarts gegaan. Die zei, ja, heel eerlijk, ik durf hier niet zoveel aan te doen. Ik denk dat het beter is als je even langs de gynaecoloog zelf gaat. Dus ik weer gebeld naar DIAC. Ik vraag ze of ik weer een nieuwe afspraak kan maken.
En ik vertel daarbij dat ik dus last had van die littekens. Nou, het was allemaal moeilijk, ingewikkeld. Ik kreeg echt een super onaardige telefoniste aan de telefoon. Maar oké, okay, je mag dan morgen wel komen bij dokter Hupplepup. Als ik over slechte dingen over dokters praat, wil ik graag geen namen noemen. Dus laten we hem dokter Hupplepup noemen, want ik weet zijn naam wel. Maar dat vind ik niet netjes. Dus wat gebeurt er? Ik mag 2 dagen later of zo naar het ziekenhuis komen. Ik ga daar liggen. Hij haalt de hechtingen eruit. Het grappige is, deze dokter heeft mijn moeder... Hij was co-assistent toen mijn moeder van ons ging bevallen in dat ziekenhuis. Dus mijn moeder kende hem. Hij werkt daar dus al minimaal 23 jaar. Hij haalt de hechtingen eruit. En daarmee zegt hij tegen mij... ik heb de uitslag van het onderzoek. Want mijn eileider werd blijkbaar opgestuurd voor onderzoek. Zullen we daar samen even naar kijken? Ik dacht, nou... Ja, graag. Ik bedoel, laten we dat even doen. Want ik heb geen nakontrole of zo, dus laten we dat nu maar doen dan. Dus ik ga met hem mee naar zijn kantoortje. En hij laat foto's zien die ze inwendig hadden gemaakt van mij. Hij legt erbij een beetje uit wat het allemaal is en zo. En hij zegt dat er verder niks uit het onderzoek was gekomen. Nou, prima. Dus ik zeg een beetje, je kent me, de positieve vibe erin te houden. Ik zeg, nou, dus we kunnen gewoon weer zwanger worden. En hij kijkt me aan en hij gaat echt met zo'n hele Noorse blik, zegt hij tegen mij. Ja, dan moet je natuurlijk niet zomaar vanzelfsprekend van uitgaan. Tegen een vrouw van 23, hè, die net 2 miskramen heeft gehad. Ik dacht echt, wat is dit? Gaan mensen zo met elkaar om hier? Is dit normaal? Hoort het bij ziekenhuizen? Ik was helemaal ervan af. Het kon blijkbaar toch erger. Ik baalde, ik was verdrietig. Ik liep daar heel beduusd dat ziekenhuis uit. Maar ik liet het erbij, want ik dacht, ja... Als dit is hoe je met mensen omgaat, ik kom hier gewoon niet meer terug, dacht ik. Nou, er weken verstreken. Mijn littekens die hielden goed toen de hechting eruit was. En op een bepaald moment werd ik niet ongesteld. En ik had gelezen online dat je binnen 6 weken wel weer ongesteld moet worden. Dat je anders even contact moet opnemen met de behandelend arts. En ik werd maar niet ongesteld. Dus ik dacht, nou, misschien is het dan toch handig als ik nog even een gynaecoloog spreek die mij even gerust kan stellen. Want natuurlijk, het zal echt wel een keer vanzelf komen. Maar stel je nou voor dat zij zeggen van, nou, vinden we het toch een beetje eng. Kom maar een keer langs, dan is het toch fijn dat je dat van een arts hebt gehoord. Dus ik bel op naar de telefoniste van het ziekenhuis. En ik krijg weer die chagrijn, die ik de keer daarvoor ook had. Dus ik zeg, hi, met D. Ik wil graag even een belafspraak maken met de gynaecoloog. Die mij... behandeld heeft. Want ik wist, die vrouw die op mijn kamer was gekomen, die was lief. Het was een vrouw. Dus zij zegt tegen mij, maar jij bent helemaal niet behandeld door een vrouw. Ik zeg, jawel, ik ben wel behandeld door een vrouw. Ik heb haar gezien op de operatiekamer en daarna nog bij mij op de kamer. Zij heeft mij van alles verteld. Nee, je bent geholpen door dokter Hupplepup. Maar ik dacht, dokter Hupplepup, die wil ik niet nog een keer hebben. Die vent die heeft al zijn littekens achtergelaten. Ik wil helemaal niet met zo'n man die op zo'n manier met mij communiceert. Daar wil ik helemaal niet over dit soort dingen praten. Dat zei ik niet tegen haar, maar ik zei wel dat ik niet met hem de afspraak wou. Ik wou met de arts die mij had geopereerd. Werd echt een lijpe discussie aan die telefoon. Denk ik, hoe moeilijk is het nou om mij gewoon de arts te geven die ik graag wil spreken. Uiteindelijk was het dan... Zodat ze dan wel had gevonden wie mij had geopereerd. Maar dat was dan een waarnemend arts of zo. Dus ze zei tegen mij... Nou, dan zal ik wel even vragen of een vrouwelijke arts je belt. Want deze vrouw kan jou niet bellen. Waar gaat het over? Dus ik zei, ja, nou... Ik weet niet of ik dat zo aan de telefoon moet vertellen. Maar ik ben nog steeds niet ongesteld. Nou, dat komt vaak vanzelf. Maar oké, dan. Ik zal die belafspraak er voor je inzetten. Je wordt volgende week gebeld. Piep, piep, piep. Einde gesprek. Nou, ik was... wit heet. Ik dacht, wat is het met dit ziekenhuis? Waarom zijn die mensen hier allemaal zo onmenselijk en zo debiel? Ik was er zo klaar mee. Ik vond het echt belachelijk. Dit is trouwens een heel lang verhaal over het ziekenhuis, maar ik vind het heel belangrijk dat mensen dit weten. Want nou weet je ook, als dit een keer bij jou gebeurt, moet je veel eerder aan de bel trekken. Dus ik was helemaal wanhopig en boos en Lars die zei, dit is niet oké, schat. Als dit meer impact op je heeft dan die hele operatie lichamelijk, dan dat is niet goed. Dus ik ben gaan googlen. Ik dacht, ze hebben vast wel een klachtenlijn of zo bij het ziekenhuis. Nou, kreeg ik echt de liefste vrouw ever aan de telefoon. Waar ik dus helemaal tegen de keer moest gaan. Maar ze was zo begripvol. En ze begreep helemaal dat dit echt niet de manier van... Of de gang van zaken is. En ze zei ook van, ja, het is allemaal mensenwerk, maar dit kan gewoon niet. Dus dat vond ik heel fijn. Ik werd echt gehoord door die klachtenlijn.
Niet veel later werd ik gebeld door dokter Donker, de gynaecoloog die ik nu nog steeds heb. Zij belde mij, zei ik heb gehoord dat je een belafspraak wil, maar ik heb ook gehoord dat je een klacht hebt ingediend en dat wat er allemaal is gebeurd. Ik vind het heel erg vervelend voor je en ik wil je eigenlijk vragen of je hier gewoon bij mij langs wil komen om het er nog een keer over te hebben. Want ik vind het, dit moeten we niet over de telefoon bespreken. Super lief. Dus ik naar het ziekenhuis gegaan, ik met haar nog een keer dit hele verhaal gedaan. En ja, ze had gewoon echt plaatsvervangende schaamte voor de gang van zaken die er in het ziekenhuis was geweest. Het is, kijk, het zijn allemaal kleine dingetjes, maar bij elkaar weegt dit gewoon echt heel zwaar. Zeker als je al zo emotioneel bent. Dus zij vroeg aan het einde van de afspraak van, lijkt het je fijn als we nog even een echo maken? Dat je zeker weet dat alles er goed uitziet van binnen. Toen dacht ik, ja, dit is precies wat ik wil. Ik wil gewoon zekerheid. Ik wil iemand die een oogje in het cel houdt. Wat trouwens wel typerend was, is dat ik ook gewoon de dag dat ik belde om te zeggen dat ik niet ongesteld was geworden, ongesteld werd. Uiteraard. Maar dat is even on the side. Dus, nou, zij maakte een echo. Het zag er allemaal goed uit. Er waren alweer eitjes aan het rijpen. Dus, ja, het was positief. En ze zei, nou, volgende keer als je weer zwanger bent, dan mag je eerder komen, want als je een buitenbaarmoedelijke zwangerschap hebt gehad, heb je recht op een vroege echo, omdat je gewoon een medische zwangerschap hebt gehad. Dus dan laat je het mij gewoon weten. En dan kom je bij mij, zei ze. Toen dacht ik, ja, dat vind ik fijn. Gewoon een dokter waar ik me goed bij voel, die naar me luistert, die me begrijpt. Perfect. Oké, dit was het ziekenhuisverhaal. Het was ondertussen ergens eind maart en de zomer, de lente en de zomer stonden voor de deur. En wij waren emotioneel wel even op. We hadden het idee dat onze emotionele tax bereikt was. En het was vooral Lars zijn call, want ik ben er wat minder goed in. Maar Lars die zei, ik denk echt dat het beter is voor ons als we onszelf even de tijd gunnen. En daar was ik het wel mee eens. Dus we hadden de babywens even geparkeerd, hoe moeilijk ik dat ook vond. Maar we besloten om het hier even bij te laten. Daarnaast was mijn beste vriendin Demi zwanger. En probeerde ik daar zoveel mogelijk van te genieten. Het was zelfs zo erg dat ik 2 dagen na mijn operatie op haar gender reveal stond. Terwijl dat helemaal niet kon. Want ik kon helemaal niet lopen. Maar ik stond er wel. En het was heel erg slecht voor me. En ik had heel veel pijn. En ik moest heel veel huilen. Maar ik ben heel blij dat ik het allemaal heb meegemaakt. Want ik had wel voor mezelf besloten, ik wil niet dat mijn ellende ervoor gaat zorgen dat ik later spijt heb dat ik niet deel heb genomen aan jouw zwangerschap. En dat was moeilijk, want we hebben echt wel moeilijke periodes gehad. Als zij een kloppend hartje hoort en zo, dan ga je dat toch op een andere manier delen met iemand die net 2 miskramen heeft gehad. Maar ik denk dat we het voor ons toen best goed hebben gedaan. Dus daar ben ik best trots op. De zomer ging voorbij. Ik heb genoten en dat is wel iets bijzonders. Maar je gaat heel erg veel genieten van de tijd met z'n tweeën. Juist omdat we nu zo bewust een kinderwens hadden ervaren, hadden we ook zoiets van, nou laten we nou even nog alles op alles zetten om met z'n tweeën er echt iets van te maken. En gewoon nog even 100% te genieten met z'n tweeën, want misschien is dit wel de laatste keer. En dat was heel fijn. We hebben echt een superleuke zomer gehad. We zijn veel op reis geweest. We hebben veel feestjes gehad. Ik heb heel veel wijntjes gedronken, want bij ieder moment dacht ik, ik mag een wijntje. Het klinkt heel stom, maar dat zijn dan gewoon de dingen waar je troost uit haalt. En het was leuk. Maar de zomer liep op zijn eind. Het werd augustus. En het ging wel weer een beetje kriebelen bij ons. Dus in augustus zijn we weer gaan proberen. En ja hoor jongens, in 1 keer raak. Het is niet normaal, maar we zijn 3 keer in 1 keer zwanger. Wow. Al mag je zo. Huh? Ja. Dat is helemaal geweest. Yes! Oh mijn god. En, nou goed. We kwamen er op 22 augustus achter dat ik zwanger was. We waren super blij. We gingen op vakantie naar Portugal. 5 dagen met mijn schoonzus. Daar hebben we het hun verteld. Iedereen was euforisch. En ook al weet je dat je na 2 miskramen een beetje voorzichtig moet zijn, het voelde goed deze keer. Ik had het gevoel dat de eerste keer domme pech was. De 2e keer was een foutje van mijn lichaam. Maar nu kwam het goed. Ik wist het zeker. We hadden, nadat we terugkwamen uit Portugal, de eerste echo bij dokter Donker. Wat trouwens ook weer een bummer was. Ik belde op naar dat ziekenhuis. Van, ha, ik ben weer zwanger. Ik heb helemaal geen gefeliciteerd. Gewoon helemaal niks. Weer zo'n chagrijnige assistent aan de telefoon. Stomme muts. Terwijl als je de verloskundige praktijk belt, dan hangen ze de slingers uit voor je.
Dus dat is jammer. Maar goed, dat is niet levensbepalend. Ik mocht in ieder geval weer naar dokter Donker. Lieve dokter Donker. Er was een zwangerschap te zien op de goede plaats. Nou, dat was voor ons natuurlijk al een mega overwinning. Want dat betekende dat we niet weer die medische molen van die buitenbemoeilijke zwangerschap in hoefden. Er was nog geen hartje te zien, maar alles zag er voor de rest goed uit. En het was wel de periode waar rond het hartje zich zou gaan ontwikkelen. Ik was wel 5 dagen teruggezet. Dus ik dacht dat ik 6 weken zwanger was. En ik was 5 weken en 2 dagen zwanger. Maar dat was normaal in deze periode. Het kan zijn dat dat verschilt. Ik mocht een week later nog een keer terugkomen bij dokter Donker. En toen was er gewoon een hartje te zien. We hadden een hele mooie echo met een kloppend hartje. Het was heel mooi. Ik voelde me ondertussen ook echt zwanger. Ik had echt hele pijnlijke grote borsten. Alles wees erop. Ik was ook niet meer zenuwachtig. Alles voelde gewoon goed. Ik was gewoon echt goed zwanger. Die avond hebben we dat gevierd met mijn schoonzus. En we waren eigenlijk een beetje al bezig met het plannen. Hoe gaan we het onze ouders vertellen? De week na het kloppende hartje hadden we een echo bij de verloskundige. Want als je dan niet meer medisch bent, dan ga je naar de verloskundige. Dus wij wachten die donderdag af. En de zaterdag voor die donderdag, dus tussen de 2 echo's in, waren we bij vrienden in Amsterdam. En die vrienden, die zien we niet zo vaak. Dus we dachten, nou, we vertellen het hun alvast. Ik vind het niet leuk als ze dat via Instagram moeten zien of via de telefoon. Dus we vertellen het ze alvast. Ook super blij natuurlijk, helemaal euforisch. En zij wisten ook van onze miskramen. Dus dan heeft het natuurlijk nog meer lading, zo'n boodschap. En op een bepaald moment hebben we het er natuurlijk de hele avond over. Ik ga naar de wc en ik denk, het voelt niet goed. Ik denk dat we toch iets voorzichtiger moeten zijn hiermee. Want we hebben het er nu wel zo over alsof het allemaal goed zit, maar ik weet het niet zo goed. Toen nam de twijfel eigenlijk steeds meer toe. Ik had helemaal geen bloedverlies. Ik had nog steeds pijnlijke borsten. Maar toch, ik ging ineens googlen naar missed abortion. En missed abortion betekent eigenlijk, voor de mensen die dat niet weten, dat je wel nog zwanger bent. Dus dat de zwangerschap gewoon in je buik zit. Maar dat het hartje gestopt is met kloppen. En die donderdag gaan we naar de echo. En op een of andere manier voelde ik het. En ze maakt de eerste echo en ze zegt, het is niet goed. En dan stort de wereld toch even in, jongens. Aan de ene kant is het natuurlijk een bevestiging van je gevoel. Maar aan de andere kant waren we voor ons gevoel zo ver gekomen dit keer. We waren 8,5 weken zwanger. Had een kloppend hartje gezien. Het zat op de goede plek. Ik had heel veel symptomen. Het zei allemaal helemaal niks. Het was weer niet goed. En we hebben met z'n tweeën heel hard zitten huilen bij de verloskundige in de kamer. Zij zijn super lieve vrouwen die daar werken. En die waren allemaal heel supportive. En het was gewoon kut. Het was gewoon echt kut. Plus het probleem dat ik dit keer niet vanzelf was gaan bloeden. Dus dat die miskraan nog in mijn buik zit. Dat je gewoon nog zwanger bent. Ik ben toen naar huis gegaan. We hebben het erover gehad. Je kan ervoor kiezen om 2 weken te wachten. Totdat de miskraam zelf op gang komt. Maar op de echo was te zien dat het eigenlijk na de eerste goede echo met het kloppende hartje, dat het niet meer was gegroeid. Dus ik was eigenlijk al op die 2 weken aangekomen. En ik wilde het eigenlijk ook wel heel graag afsluiten. Dus ik heb gebeld naar de verloskundige en we hebben een afspraak gemaakt bij het ziekenhuis om medicijnen te krijgen om de miskraam op gang te wekken. Nou, ik dacht, ik ga niet meer naar dat diac, want ik weet helemaal niet zeker of ik dokter Donker krijg. En die andere dokters, daar kwam geen vertrouwen meer in, hoe erg dat ook is, want er zullen heel veel lieve dokters werken, maar ik was er klaar mee. En het UMC heeft, dat is het andere ziekenhuis hier in Utrecht, heeft een vroege zwangerschapsafdeling. Waarbij dit soort gevallen, waarbij ze daar gewoon heel goed in zijn. Dus het leek me handig dat ik daar naartoe zou gaan. Ik kreeg een doorverwijzing van de verloskundige daarheen. En het UMC zou mij bellen. Een dag later word ik ineens gebeld door mijn tweelingzusje die toen op vakantie was in Praag. En die belt mij en die kijkt echt heel vrolijk van, ben jij zwanger? Dus ik zo, nee. Ik dacht even nog aftasten waar ze het over heeft. Ik zo, nee, want ik was ook niet meer zwanger. En er stond nog wel iets in mijn buik, maar ik had niet meer dat zwangere gevoel. En toen zei ze, oh, maar ik werd net gebeld door het ziekenhuis. Wat hadden die idioten van dat ziekenhuis gedaan? Hadden ze mijn tweelingzusje gebeld. Dus ik moest nu via de telefoon aan mijn tweelingzus vertellen dat ik een miskraam had gehad. Nou, dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Zo wil je een boodschap helemaal niet brengen. En daar was ik heel boos om. Ik dacht, nou, ga ik naar een ander ziekenhuis om een betere ervaring op te doen? Gebeurt dit? Dus ik bel naar de receptioniste of de telefoniste of weet ik het, verpleegkundige. Ik weet niet wat ze is. Die mijn zusje had gebeld. En die lacht het een beetje weg. Ja, nou, sorry hoor. Ja,
Kan gebeuren als je tweeling bent. Ik heb niks gezegd hoor. Ik zeg nee, maar als jij belt met de vroege zwangerschapspoli van het UMC, dan weet zij natuurlijk ook genoeg. Want zij weet ook van die vorige miskraam. Ik was er echt boos om. En zij gaf me niet het gevoel dat zij dat ze dat vervelend vond. Dus ik heb weer de klachtenlijn gebeld, dit keer van het UMC. En niet omdat ik me gelijk wil halen, maar wel omdat ik wil voorkomen dat er ooit een andere tweeling is die ditzelfde meemaakt. Ze moeten er gewoon van bewust zijn dat je dit soort fouten niet kan maken, vind ik. Zeker niet als je al in deze gevoelige positie staat in je leven. Dan moet je eigenlijk, en dat vind ik met iedere zorg, ook met zieke mensen en zo. Ik bedoel, het is al zo'n precair iets. Doe er gewoon voorzichtig mee. Nou, dus mijn start bij het UMC was iets minder goed. Maar uiteindelijk had ik een afspraak met een hele lieve verpleegkundige die nog een keer een echo heeft gemaakt. Nou, dan was te zien dat de zwangerschap wel een beetje los aan het komen was, maar nog niet helemaal. Dus ze schreef mij Cytotec voor. En Cytotec zijn tabletjes die eigenlijk voor maagklachten zijn. Maar als je die vaginaal inbrengt, dan kan het ook een miskraam op gang brengen. Dus ik heb de donderdag en de vrijdag vrijgenomen. Voor, zeg maar, ik had gezorgd dat ik daar helemaal geen afspraak had of iets. Lars had ook gezorgd dat hij de hele dag thuis zou zijn. En dan hadden we dan de tijd om die tabletten in te brengen. Want het schijnt dan dat je gaat bloeden. Dus dat is wel handig als je thuis bent, dachten we. Donderdagochtend, ik dacht ik smeer nog even een cracker met pindakaas. En dan gaan we die miskraam op gang werken. En dan is het klaar. Dan word ik ongesteld. En dan is het voorbij. En dan kunnen we het ook gaan afsluiten. En dan kunnen we weer door. Want zo voelt het op een bepaald moment. Je moet door met je leven. Lars is nog even wezen sporten. Ik heb samen met hem die tabletjes ingebracht. 4 tabletjes moet je dan inbrengen. En ik had eigenlijk nergens last van. Dus ik zei tegen hem, hij moet nog even naar de Action. Ga jij naar de Action even die spullen halen die we nodig hebben. En dan, ik bel wel als er iets is. De Action is om de hoek, dus ik bel wel als er iets is. En 20 minuten later leek het wel alsof er een soort hel losbarstte in mijn lichaam. Ik werd kotsmisselijk. Ik wist niet meer hoe ik moest liggen, omdat ik helemaal van de kaart was. Ik had buikpijn, ik had hoofdpijn. Ik had echt alsof alles ineens dacht, we stoppen ermee. Het was zo heftig. Daar begon het mee. Dus ik Lars bellen, je moet naar huis komen. Nou, toen was hij gelukkig al thuis. Dus hij kwam naar boven met een emmer. Ik heb overgegeven. En ik wist eigenlijk niet, ik voelde me een soort overgenomen. Mijn lichaam voelde helemaal geleefd of zo. Ik kreeg een hele erge buikkramp. Echt buikkramp zoals ik die nog nooit heb gehad. Het is niet te vergelijken met een ongesteldheidsbuikkramp. Het is echt, nou, voor mij dan niet. Ik heb normale ongesteldheid. Misschien als je hele heftige ongesteldheid hebt wel. Maar voor mij was het echt een nieuwe ervaring. Ik vond het zo onwijs heftig. Dus ik lag daar echt te creperen. Ik had het ijskoud. Dus uiteindelijk hadden we 3 kruiken, 2 dekens. Ik lag helemaal van het padje af. De gordijnen moesten dicht, de televisie moest uit. Ik kon helemaal geen licht verdragen. En op een gegeven moment, ik kon niet meer. En we waren echt 3 kwartier onderweg. En Lars die was ondertussen een beetje aan het googelen geslagen. En zei, ja, dit kan 2 tot 3 uur duren. Blijkt dus, als je die tabletten inbrengt, dat je gewoon weeën kan krijgen. Dus ik heb gewoon 3 uur lang met weeën op bed gelegen. En het eerste uur was heel zwaar. Na het eerste uur kon ik het wat meer onder controle krijgen. Omdat Lars gewoon had zitten googelen en zei, ja, je moet het gewoon wegpuffen zoals je ook puft bij een bevalling. Nou heb ik dat nog nooit gedaan, maar ik wist ondertussen wel van genoeg ervaringen op film en weet ik het allemaal, dat je, hoe puffen een beetje werkte. Dus ik lag daar te puffen. Ik dacht dat er geen einde aan kwam. Ik vond het echt ontzettend zwaar. Het was heel heftig. Gelukkig voor mij kwam het bloed wel op gang. Dus het bloedverlies dat kwam op gang, want je hebt ook mensen die hebben wel het weeën, maar niet het bloed. Wat betekende dat de miskraam rustig op gang kwam? Ik heb 4 dagen op bed gelegen met lichtere buikpijn, gelukkig, maar wel nog steeds heftig. En een week later mocht ik op een echo komen bij het UMC. En toen was inderdaad te zien dat alles weg was. En dat was miskraam nummer 3. Ik heb ze allemaal gehad nu. Zeg maar, ik heb de spontane miskraam gehad, ik heb de buitenvermoedelijke zwangerschap gehad en ik heb de missed abortion gehad. En ze zijn allemaal weer heftig op hun eigen manier. Ik vond het heel heftig. En als ik kijk wat het emotioneel met je doet en wat het fysiek met je doet, dan je bent toch een soort teleurgesteld.
niet per se in je eigen lichaam, ook wel een beetje, maar ook gewoon in het lot. En ik zag laatst toevallig ergens voorbij komen. Het voelt een beetje alsof je in seizoen 3 bent aangekomen van je Netflix-serie. En dat ze ineens denken, oh, we moeten even een keer wat fout laten gaan, want anders is het niet meer spannend. Zo voelt mijn leven een beetje op dit moment. En we moeten door. Want dat is wat je na iedere miskraam denkt. We moeten door, want de hele wereld gaat door. En dat is ook lastig, want je wil helemaal niet door. Je hebt gewoon zin om op je bed te liggen en te janken de hele tijd. Maar goed, daar wordt ook niemand beter van. Dus we hebben er lang over nagedacht. Maar ik merkte gewoon dat ik niet meer normaal mijn werk kon doen. Vond het vloggen niet meer leuk. Vond Instagram shit. En het klinkt heel stom, maar ja, dat is natuurlijk wel gewoon mijn werk. En dat is werk, als je dat niet leuk vindt, dan gaat dat gewoon bijna niet. Ik ben bezig met mijn scriptie, mijn leven is druk. En ik voelde zo'n last op mijn schouders hangen van dit geheim wat we bij ons droegen. En ik heb altijd gezegd, ik wil dit sowieso delen. Maar wel pas als het goed zit. Tot we op Curaçao waren 2 weken geleden en we het erover hebben gehad. En we eigenlijk tot de conclusie kwamen dat na 3 miskramen, dat ja, misschien de koek een beetje op is of zo. En dat het gewoon tijd wordt om jezelf daarin rust te gunnen. En het gewoon te delen. Ook omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn in dezelfde positie. En dat heb ik nu al gemerkt, want ik heb natuurlijk al een dag lang allerlei berichten gekregen van iedereen. En het is echt onvoorstelbaar hoeveel mensen hier doorheen gaan. En ik ben echt niet de enige. En juist de steun van anderen en de berichten van anderen doen me zoveel goed. En dat gun ik ook iedereen. Dus alsjeblieft, als je je verhaal kwijt wil, doe het ook onder deze video. Want het lucht gewoon echt op. Het geeft je ademruimte. Dus dat is de reden dat we dit verhaal hebben gedeeld. En daar ben ik heel blij mee. En ik ben er echt... Gisteren was ik heel zenuwachtig voordat we het gingen delen. Maar nu ben ik heel dankbaar. Omdat ik gewoon zoveel energie krijg van iedereen. En je merkt het wel aan me. Ik ben niet meer alleen maar... Ik zit niet meer alleen maar in mineur. En dat vind ik ook belangrijk om te laten zien. Je mag huilen. Je mag rouwen. Maar als jij er op de manier mee omgaat waarop jij je goed voelt, ga je je ook echt beter voelen. En tuurlijk, hè. Ik had mijn leven er heel anders... ik had het heel anders voorgesteld. Zeker nu. Ik had al 2 keer bevallen kunnen zijn. Maar dat is niet. En dat komt wel. De mooiste quote die ik in een berichtje heb gekregen gisteren was... In the end, everything will be okay. And if it's not okay, it's not the end. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dus we geven niet op en we houden moed en we houden hoop. Dit is volgens mij de langste video die ik ooit heb gemaakt. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En voor het delen en voor het luisteren. En voor het, gewoon voor alles, voor de steun. Ik denk dat ik ondertussen meer dan 30.000 berichten binnen heb gekregen. En dat is niet overdreven. En het is zo onwijs fijn om te weten dat je er niet alleen voor staat. En dat gun ik iedereen die in deze positie zit of in een vergelijkbare positie ook. Daarmee afsluitend dat het altijd... Het moet gewoon goed komen. Op welke manier dan ook. Ik ben een geboren moeder. Ik weet het van mezelf. Al vanaf dat ik kleins... Dat ik een pop had, wist ik al dat ik moeder wilde worden. En ik heb de liefste man van de wereld waar ik alles mee kan delen. Waar ik heel goed mee kan praten. En ik hoop gewoon dat we heel snel een keer met goed nieuws bij jullie kunnen komen. Dat zou het meest fantastisch zijn. En ook met niet goed nieuws ben ik heel blij dat ik dat nu met jullie kan delen. Dus dankjewel voor het kijken.